Eén wijziging moest hij doorvoeren, Erik Meijers, ten opzichte van vorige week, toen hij nog op de tribune zat. Majid Gaddari geblesseerd, daarom een basisplaats voor Hero van Lopik. Eerste dreiging is van Spakenburg. Werkman mikt te hoog. Beide ploegen de laatste twee wedstrijden gewonnen. Beide ploegen na een stroeve start in de middenmoot beland. Met een overwinning voor ofwel GVVV ofwel Spakenburg. Zou een stevige plaats in de middenmoot opleveren in het linker rijtje. Opnieuw een poging, opnieuw van Spakenburg. Vindt Gino Dekker nu, mikt te hoog. Mulder. Powell dacht aan een mooie volley. Aanval loopt door via De Leeuw. Powell. Stuurt Barry Beyer het bos in. Powell links is niet het sterkste been van de topscorer van GVVV. Van der Voort, De Jong, De Leeuw, GVVV de betere ploeg in de eerste helft. GVVV voetbalt makkelijker. Spakenburg speelt op de omschakeling. De Jong, Powell en Terwiele. En De Jong en weer Terwiele. Nee, Erik Meijers, dit is een goede keeper. Spakenburg, zoals gezegd, af en toe dreigend. Vaak vanuit de omschakeling. Deze hoekschop kwam ook uit een omschakeling. Dekker. Voorzet, iets geraakt. Werkman, daar moet je altijd goed voor uitkijken. Een goede aanvallende kopper, die verdediger van Spakenburg. GVVV komt ermee weg. Davelaar, de rechtsback, kreeg veel ruimte in de eerste helft. Veel kwam bij hem vandaan. Deze ook. Daar moet je wat geluk mee hebben, zelfs als je Barry Powell heet. Mulder. In nog steeds de eerste helft. Een hele aardige eerste helft. Van Lopik in de achtervolging. Mulder mag heel ver komen. Powell. Powell. Deze moet op doel. En hij zal toch ook denken, 0-0 bij rust, we mogen niet mopperen. Het is alleen nog geen rust. Davelaar, weer Davelaar. En De Leeuw met rechts, dat is niet zijn beste been, recht op Terwiele geschoten. En dus is het bij rust 0-0 en mag Spakenburg niet mopperen. Dekker, Kastien, Dekker, Kastien, binnendoor bij Davelaar, Roy Kastien. Het is niet helemaal conform de verhouding. Maar het is wel 1-0 voor Spakenburg en het is de eerste reeks balcontacten voor de net ingevallen Roy Kastien. Basisplaats kwijtgeraakt, maar hij solliciteert nadrukkelijk naar een nieuwe basisplaats. De Leeuw. Oh, dat is inleveren bij Pires Tavares en dan is het 0-2 binnen 3 minuten. Everton Pires Tavares maakt na een kapitale fout van Danny De Leeuw door het midden. Dat leer je bij de pupillen al af. Zijn eerste doelpunt in de competitie voor Spakenburg. En dan moet GVVV aanvallend wisselen. 3 aanvallers erbij. Een verdediger, een middenvelder en een aanvaller eraf. En dit is een mooie combinatie. Lachmoetje, een van de invallers. Met de voorzet. En daar is Van Nieuwkerk een andere invaller. Spanning terug. Vorige week in de blessuretijd maakte Jesse van Nieuwkerk de winnende tegen TSC. Nu helpt hij zijn ploeg aan de aansluitingstreffer. Van der Neut en Werkman. Dit is geknoei achterin bij Spakenburg. Schet voor het doel. Weer Van Nieuwkerk. Van Nieuwkerk, Van Nieuwkerk en Beyer met de redding. Maar dit had de 2-2 moeten zijn. Dat zal hij ook vinden. Opnieuw Van Nieuwkerk. Nu Lachmoetje. En weer niet. Het was de laatste grote mogelijkheid voor GVVV. Dat dit geheel verdient. Verliest van Spakenburg met 2-1.